Nou, en af en toe, gewoon tijdens een wedstrijd, dat je in één keer bedenkt: moet ik hier wel mee door blijven gaan? Ik ben echt aan het vechten. En dan ook, ik ben afgelopen jaar best wel veel ziek geweest. En dan zit je thuis ziek op de bank en dan denk je: ja, ik ben eigenlijk ziek om topsport te doen, om te trainen. Maar als ik nou naar kantoor zou gaan, zou er niks aan de hand zijn. En dat je ook merkt tijdens een training dat het gewoon niet loopt. En het dan gevoel dat je jezelf kwelt, is dat? Ja. Dat is gewoon het gevecht tegen jezelf. Dat je niet tevreden bent met wat je doet. Ja. Ben je nou nooit helemaal hersteld van die blessure? Ben je nooit helemaal teruggekeerd op het niveau waar je op zou willen terugkeren? Nee. Ik merk dat mijn blessure er toch wel ingehakt heeft. En ik merk gewoon fysiek dat ik niet totaal belastbaar ben in vergelijking met voor mijn blessure. Ja. Opgelucht? Ja. Eerst verdriet, dan opluchting? Ja. Ja, een verdriet. Ik ben inderdaad heel veel verdrietig geweest, maar dat is meer omdat je, het is best wel iets groot, een grote beslissing. En dat je ook, ik heb zoveel mooie dingen meegemaakt in mijn carrière, zoveel kansen gekregen. Ik heb mezelf ontwikkeld, ik heb denk ik zoveel over mezelf geleerd in deze periode. Ja, dat is wel echt, daar ben ik heel dankbaar voor. Je bent 27, normaliter zit je dan in je beste jaren. Ben je ook verbitterd? Nee. Ik ben eigenlijk, het is jammer dat ik zo afscheid moet nemen. Maar aan de andere kant zie ik ook echt, heb ik heel veel zin in wat er gaat komen. En De wat-als-vraag, die stel je jezelf niet. Kijk, weet je, dan is het wat als ik niet geblesseerd was geraakt. Dat is een andere vraag, maar dat is wel gebeurd. En ik denk ook gewoon in sommige dingen gebeuren omdat ze moeten gebeuren. Dus ik ben niet voor niks geblesseerd geraakt. En, maar wat moest er gebeuren? Ja, mezelf wakker schudden. En dat het niet altijd, dat je niet zomaar alles van je lichaam moet vragen. En dat het ook af en toe goed is om jezelf rust te geven. En dat het niet altijd handig is dat je alles tegelijk hoeft te doen. Ja, waarom, maar waarom moet dat gebeuren? Waarom moet iets gebeuren omdat ze moeten gebeuren? Is dat een hogere macht? Is dat de les die je van jezelf leert? Ja, dat is een les die ik van mezelf geleerd. Maar er zitten af en toe gewoon dingen in mijn hoofd. En daar ga ik gewoon keihard voor. Daarom heb ik ook bereikt wat ik wilde behalen. Hè? De wereldbeker binnen en een universitaire studie afronden. Maar ja, ik heb ook wel geleerd dat af en toe, of dat heel erg belangrijk is, dat je af en toe een stapje terug neemt en ook gewoon voor ontspanning zorgt. I did it my way. Dat liedje, dat slaat wel een beetje op jou, hè? Ja, zo is het. Ik heb het altijd op mijn manier gedaan. Ja, en daardoor moet je ook te vroeg misschien afscheid nemen. Ik heb eigenlijk altijd gezegd, je bent oud als je op 26e nog topsport doet. Toen ik dus net begon met mijn topsportcarrière. En toen dacht ik altijd, ja jongens, blijf toch niet zo lang door. Fietsen is meer dan het fietsen. Ja, en dat is wat ik nu ook merk. Dus ik vind qua leeftijd, vind ik het niet erg dat ik nu afscheid hoef te nemen. Want ik denk dat er zoveel andere mooie dingen in het leven zijn. Die mij ook, ja, waar ik ook gewoon blij van word. Ja, waar word je blij van? Wat wil je? Ik wil sowieso blijf ik toch nog wel fietsen, want dat ligt toch mijn hart. Maar niet op dit niveau. Maar wat ik heel graag wil is actief zijn in de marketing en wellicht bij een fietsgerelateerd bedrijf. Daarnaast zal ik komende zomer ook gewoon mijn mountainbike vakantie organiseren. En ik blijf mijn mountainbike clinics geven. Maar ik hoop toch wel uiteindelijk binnen het bedrijfsleven actief te worden. Ja.